Binnenkort is het weer Koningsdag, dus wat houdt ons tegen om een oranje slinger te maken? Nou ja, oranje, een oranje bovenslinger. Ik heb een klein stukje hier wat ik ga maken. Je kunt hem zo groot maken als je zelf wilt, hè. Ik heb 2 rode granny's, 3 hoeken, 2 wit, 2 blauw en 3 oranje. En ik ga er een slinger van haken. Nou, ik heb dezelfde oranje als die ik voor deze driehoekrennies heb gebruikt. En haak naald nummer 5. Dat is ook dezelfde als die ik voor mijn driehoeken heb gebruikt. Maar het kan met alles, hè? Met katoen en dikgaren, dungaren. Je kunt de driehoeken zo groot maken als je zelf wil. Ik ga nu beginnen met een ketting te haken waarbij ik die driehoeken dan gelijk vast gaan haken, dat je in één keer klaar bent ermee. Het is handig om je driehoeken in de kleurvolgorde te leggen zoals jij ze hebben wil. Ik wil beginnen met een oranje en dan blauw, dan wit en dan rood en dan komt er weer een oranje hier, maar ja, dat zie je niet in beeld, hè. Dus ik leg deze weer even opzij, want dat stoort in beeld, maar ik heb ze hier naast me in volgorde liggen. En de ketting, de slinger, ga ik beginnen met een lusje om hem op te kunnen hangen. Dat is misschien wel handig. Dus ik doe, wat zullen we doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Als ik die zo dubbel sla, dan heb je al een lusje om hem op te hangen. Dus 10 lossen. En dan in de eerste lossen doe je een halve vaste. Zo. Dan heb je vast het lusje om de slinger op te hangen. Nou, dan ga je lossen hangen, haken. Waar wil jij dat je slinger begint? Wil je een heel lang open stuk? Wil je een kort open stuk voordat het eerste vlaggetje komt? Dat kun je kiezen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zo, 15. Nou, dat is wel een mooie afstand, denk ik. Ja. Nou, dan pak ik mijn oranje vlaggetje erbij. Mijn oranje granny. En die ga ik nu met vasten gelijk vasthaken. Dus hier in de hoek, daar doe ik een vaste. Zo. En dan krijgt iedere steek krijgt 1 vaste tot aan de volgende hoek. Dus dit is de eerste stokje. Daar komt een vaste in. Het volgende stokje krijgt een vaste. En het derde stokje, een vaste. De losse opening, dat is een steek, hè, die losse. Dus die krijgt een vaste. En het stokje weer. 2. En 3. De opening, een vaste. De 3 stokjes, 1, 2, 3. De opening. 3 stokjes. 1, 2, 3. En de opening. De hoek. Die krijgt er ook 1. Kijk. Dit staartje, die naai ik weg, hè? Dan heb je dit. Nou, hoeveel ruimte wil jij tussen de vlaggetjes hebben? Dit waren de 15, hè, hier. Als ik er nou eens 10 doe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ja, dat is een mooie opening als er hier weer een vlaggetje komt. Jawel.
Even kijken hoor. Dit is de goede kant, hè. Hoewel, dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Ja, nee, als ze hoog hangen. Maar goed, ik rood, wit, blauw. Dus hier komt nu blauw. En wat ook kan, in plaats van het staartje wegnaaien, dat je er overheen gaat haken. Dat scheelt ook weer. Dus in de hoek een vaste. En dan iedere steek een vaste. En dan haak ik over mijn staartje heen. Kijk, dat is ook een manier. 1. 2. 3. De opening. Ieder stokje weer. 1. 2. 3. De opening. Nog steeds over mijn staartje, zie je dat? 3 stokjes. 1. 2. 3. De opening. 3 stokjes. Dus 3 vaste. En in de opening weer 1. Nou, hier had ik 10 lossen, dus dat doe ik nu weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wat ga ik pakken? 7, 8, 9, 10 en dan wit. En zo blijf je doorgaan. Kijk, ik heb hier oranje, blauw. Dan komt nu wit. Daarna komt rood. Dan heb je rood, wit, blauw. En daartussenin oranje. Dus als jij je slinger gaat maken en je wilt die lapjes van tevoren maken, dat je dat voorbereidt, dan als je ook zo'n vlaggenslinger maakt met rood, wit, blauw, oranje, heb je altijd 1 oranje meer nodig dan je aantal van het rood, wit, blauw. Omdat je begint met een oranje en je eindigt met een oranje. Dus 1 oranje vlaggetje meer. Dan kom je zo aan je ketting. Dus hou dezelfde opening tussen je vlaggetjes. Dat is het mooist. Maak een beginstukje met die losse ketting. En dat doe je op het laatst dan ook weer. Hè? Als je eindigt, doe dan ook weer hier dezelfde lengte. Bij mij waren dat er 15. En voor het lusje had ik er 10. Dus als je dan 15 van die losse doet en je houdt de losse vast, je doet er nog 10, dan weet je dat je daar weer in moet steken. Maar zo precies komt dat nou ook weer niet. Hè? Dat weet je bij mij die dingen, zo'n vlaggenlijn. Ach, wie kijkt op een steek? Dus ik wens je heel veel haakplezier en ja, maak er wat van. Natuurlijk hoeft het niet met deze kleuren. Hè. Je kunt echt alles kiezen. Je kunt ook dichte driehoekjes maken en noem maar op. Ga je gang. Leef je uit. En fijne Koningsdag.